Wij gaan met mams en de zussen lekker naar Ibiza. Op wat voor weg zijn we beland? Er staat niet dat het niet mag. Ik ben ondertussen ook nog gebeld door mijn arts over de uitslag van mijn botdichtheid. Dus ja, die uitslag was niet helemaal zoals gehoopt. Want wij zijn nu onderweg naar het ziekenhuis. Welkom bij een nieuwe video! Wij zijn al aan het wachten op onze zussen. Ja, je hoort een vliegtuig. Wij gaan met mams en de zussen lekker naar Ibiza. En wij zijn lekker vroeg. Dan kunnen we dus wachten. We gaan het even onderzoeken. Maar we hebben er zin in. Toch? Absoluut. Eet smakelijk! Ja, je weet het niet, hè? In Ibiza. Draaibus om het aangekomen. Dan zou je als een vinden kunnen zijn een klein stapje uit het gangpad te doen, zodat de overige passagiers u kunnen passeren en daardoor ook een zitplaats kunnen innemen. En het is vandaag een ontzettend volle vlucht en daarom krijgen we medewerkers voor het. Zo, we hebben een uur en een kwartier gewacht op onze koffers, want de crew was al naar huis, maar geen. We zijn er gewoon, we hebben nu een privéchauffeur. We worden rechtstreeks naar het hotel gebracht. Mooie Mercedes ook nog. Ik voel net een limo. Net een limo. Hey. Lift het niet meer. Zitten we? Dan pis ik in mijn broek. Sta ik lekker. Ik voel net al zo. Kan niet verder. Sardientjes in een blik. We zijn er al. Nou, wat vinden jullie van de kamer? Ja. Staan we er? Oké dan. Zo, dit is de ingang. Nou, we zijn even een klein stukje gaan lopen. Echt, 100 stappen denk ik. Dus toen kwamen we al bij dit leuke strandje met uitzicht. Zo, we zitten heerlijk inmiddels aan het zwembad. Een hele goede morgen. Het is alweer dag 2. En ik bedacht mij dat ik helemaal nog niet de camera heb laten zien. Dus dat ga ik even doen. Zo, ik sta nu bij de deur. En dan hebben we hier gelijk de badkamer. En badje met een douchekop. Toilet, altijd fijn. Die trouwens de eerste dag het niet meer goed deed, niet doorspoelde en een beetje bleef lopen. Dus dat was top, maar dat hebben ze uiteindelijk gefixt. Hallo. Nou, dit is allemaal van mij. En dat is van me. Zo, dan hebben we hier. Ja, het is een beetje rotzooi. Dat is Mamuta. Je hoort ook bij het interieur. Hier slapen we dan. We hebben alles in de kasten gedaan. Zo. En verder een balkonnetje. Klein maar fijn. Laura en Jennifer die zijn de huurauto aan het ophalen. Ze moesten toch nog ineens snel haasten. Maar we waren wel goed voor het ontbijt, hè man? Heel erg vroeg. Ja. Maar ja, dan ben je toch aan het kletsen en zo. En dan is het toch van, oh, we moeten gaan. Dus we hebben de auto. En dan gaan we gewoon een beetje rond toeren. Gisteren hebben we lekker in het zwembad gezeten. 'S Avonds hebben we nog een leuk spelletje gedaan. En was er een quiz. We zijn nog even naar het strand geweest. Ja, want dat is lekker dichtbij. Dat hebben jullie als het goed is al gezien.
En vandaag gaan we dus met de auto erop op uit. Dus we zijn benieuwd wat we gaan vinden. Waarschijnlijk gaan we morgen naar Las Dalias of zoiets. Iets waar, als het goed is, de markt is op zaterdag. En volgens mij gingen we vandaag kijken in Ibiza stad. Terwijl Laura en Jennifer aan het racen zijn om de auto te halen, gaan wij gewoon even naar de Sunset Terrace. Gaat hij naar zwembad? Oh, ik denk dat we ons kaartje aan het doen. Oh, wacht even, hij is gesloten. Of we gaan niet naar de Sunset Terrace. Dan gaan we gewoon naar beneden naar de zon. Zo, we hebben ons even verplaatst naar de Adults Only zwemplaats. Al mijn schaduw. Hier gestrand aan de haven. Lekkere tapas. Welke dag is het vandaag? Vrijdag. Vrijdag. Max heeft een oefending. Ik heb nog niet. Oh, we zijn lekker in Ibiza. Ibiza stad. Hele leuke dingen. Yeah. En ik heb alweer wat gekocht, toch? We proberen flamingo's te spotten hier zo, maar ik weet niet op wat voor weg zijn we beland. Er staat niet dat het niet mag. Er reed ook een taxi. Ik dacht. Oh, nee, ik ga deze nemen. Kom vast. Nee, ik zit dan vliegen we de bocht uit. Ik doe heel voorzichtig, want anders dan. Waar zijn die flamingo's? Ik zie ze niet. Ik doe mijn nek uit. Oh. Ik zie ze niet. Moeten we dan ook weer terug of mogen we naar rechts? Nee, we mogen ook naar rechts. Dan zal je zien dat we ze dadelijk aan je rechterkant misschien gewoon zien, joh. Dan hebben ze toch gezien. Maar dit was even een beetje. Oh nee. Dan loopt de flamingo. Oh, met deze. Oké, dat was ook weer het. Het was even spannend, maar we hebben het toch gered. Hij staat er nog. Zo, wij zijn nu bij de hippiemarkt in Las Dalias, als ik het goed zeg. Schieten nou. Cheers. Oh, we zijn in een strandje, jongens. Oh, ho, ho, ho. Kale Comte. Niet Kale Comte. Misschien zien we die wel. Oh, er is ook een nudistenstuk. Daarom heet het Kale Comte. Zo, wat een pleintje, hè? Zo, we zijn gezellig een drankje doen. Het is inmiddels alweer maandag. Zo, flinke pina colada hier zo. En een grote cola.
laatste avond. Het is alweer de laatste dag. Ik heb volgens mij niet onwijs veel gefilmd, omdat ik gewoon lekker aan het genieten was met mijn familie. Maar ik hoop dat jullie toch een beetje een glimp hebben kunnen opvangen van deze vakantie. Ik moet zeggen, ik vind het echt wel een heel tof eiland. Gewoon ook het hotel hoor, alles gewoon schoon. Ik heb nog nooit zulke schone toiletten gezien. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar ik bedoel heel vaak... Dan heb je toch dat je wc-papier op de grond, nat, viezig, van... Nou ja, dat is hier allemaal niet. Vriendelijk personeel. Nee, we hebben echt genoten. Maar ook Ibiza zelf. De huizen zijn mooi. Je ziet maar weinig afgeranselde huizen, om zo begrepen te zeggen. Het is allemaal wel vrij mooi. Bijna al elk huis is wit of beige. Dus dat is ook heel mooi. Ja, we hebben gewoon genoten. Ik ben ondertussen ook nog gebeld door mijn arts over de uitslag van mijn botdichtheid. En hij zei, ja, je heup is goed, maar je rug, ja, die zit toch wel echt tegen de rand aan. En zo tegen de rand aan dat die daar eigenlijk wel wat mee wilde doen. Dus ja, die uitslag was niet helemaal zoals gehoopt. Maar toen zei ik, heeft dat niet te maken met mijn spondylolyse? Dit zit onderin in mijn rug en dat houdt eigenlijk in dat, ja, ik weet het zelf ook niet meer echt, maar ik geloof dat mijn ruggenwervel en mijn onderste wervel aan elkaar zouden moeten zitten en dat zit het niet. Dus toen ging hij dat even nakijken en toen zei hij, oh ja, dat zit wel precies op die plek. Dus hij zegt, ik ga dit nog even overleggen en dan kom ik er bij jou op terug. Maar dat zal waarschijnlijk pas over een week of twee weken zijn. En ik ben gebeld door de plastisch chirurg. We hebben een datum, jongens. 9 november is het zover. En dan worden deze boobies weer onder handen genomen. Ik ben nog niet zeker wat het precies gaat worden. Of ze gelijk de tissue expander gaan vervangen en dan lipofilling. Of eerst alleen de lipofilling om het weer wat zachter te maken en op te vullen. En pas de volgende operatie. Maar nou ja, dat hoor ik donderdag morgenochtend. We worden vannacht opgehaald op Schiphol. En dan om 9:15 heb ik al een afspraak in het ziekenhuis. Maar ja, beter dat het gelijk kan, dan hebben we dat gesprek ook maar gehad. Komt goed. Nu nog eventjes genieten. Ons laatste lunch. Die is altijd echt super goed. Al het eten is echt super lekker. En heet. En afwisselend. Ik heb snel daarbij een all-inclusive zoveel afwisselend en heet eten gekregen. En de soepen zijn ook altijd heel erg lekker. En alles werd ook telkens bijgevuld, dus het maakte eigenlijk niet uit. Je hoefde niet te gaan rennen voor je eten. Alles werd zelfs tot het laatste moment bijgevuld. Zelfs toetjes in de lunch. En lekker met kaarsjes. Zo, een hele goede morgen. Nou ja, een hele goede morgen. Ja, het is een goede morgen, want ik ben weer naast mijn liefie wakker geworden. En mijn poepie. Ja, wel een beetje. Ik ben naast mijn liefie wakker geworden. Jij loopt nu lekker te... Nee, ik snurk niet. Oh nee, echt. Oh, ik ben ook weer ineens meer verkouden nog. En Jessie was ook weer... Jessie was ook behoorlijk verkouden. En Jessie was super lief. En... Jullie hebben ons lekker opgehaald van het vliegveld. Het was erg laat.
Ik denk dat we om 4 uur in bed lagen of zo. Om 3:30. Nee, 3 uur. Ja, 3:15. Ja. En ja, Jessie moest gewoon naar school. En die was zelf wel wakker geworden ook weer. Ja, het was 7:15 hoorde ik hem wat brabbelen. En toen was jouw wekker al 2 keer gegaan of zo gesluimerd. Ja. Maar ik was even niet helemaal, ik had niet helemaal helder of ik er nou uitging. Of dat jij eruit ging, omdat jij toch al een afspraak had bij het ziekenhuis. Maar dat was weer later natuurlijk. Dus toen hij op het bed kwam met zijn knuffels. En nou ga ik mama knuffelen en nu heb jij een knuffel. Letterlijke knuffel. Knuffelbeest, een beer. En toen dacht ik, oh ja. Kom, ja, want wij zijn nu onderweg naar het ziekenhuis. We zijn er al. Bij de plastisch chirurg. Want, zoals ik al zei, ik ben dus gebeld voor een datum om mijn borsten te laten doen. De vervolgafspraak. En vandaag heb ik een afspraak met dokter Braam. Bijna, nee. Die oude man kan er niet bij. Ja, helemaal. Ach. Even helpen. Blijf lekker zitten. Oh, ik zei, jullie gaat meneer even helpen, dat is lief. Ja, dus we gaan even horen wat voor operatie gaat het worden en dat ze ook weer even een look-see kan doen, want ze heeft lang niet gekeken. En door de bestraling ja, is mijn borst natuurlijk wel weer veranderd van vorm. Het zit er al 2 jaar ongeveer nu. Het gaat daar vrij hard, hè? Ja. Wat de hel? Ja, mijn moeder zei... wat zei ze nou? Ik weet niet meer. Dus toen zei ik... eindelijk. Ik weet niet meer. Goed verhaal ook weer. Maar het kwam over alsof ze zei dat het snel was. En toen dacht ik, nou, eindelijk. En dan 2 jaar verder. Ja. Ik ben ook zo goed in verhalen vertellen. Het is toch vroeg, geef niet. Het is je vergeven. Nee, maar... ja, eigenlijk is dat 2 jaar verder. Dus, en door de bestraling kapselt mijn borst in. Dus mijn rechterborst is kleiner dan de andere kant. Dus dat wilden ze eigenlijk met lipofilling gaan oplossen. Zover dat kon. Jullie gaan weg? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Oh, maar het is al 9:15. 9:15. Nou, kun jij even aflopen? Hallo. Ja, kijk niet naar mijn rode lippen. Want ik vond die in mijn kast. En ik dacht, doe ze eens even op om te kijken hoe het ook weer stond. En verder heb ik geen make-up op. Dus, I know. Het ziet er een beetje funny uit. Maar ik heb vandaag eindelijk mijn koffer uitgepakt. werd tijd. En alles zit lekker in de was. Ik ben gisteren met Sergio naar de plastisch chirurg geweest. Omdat ik 9 november geopereerd ga worden. En het was nog een beetje de vraag van ja, welke operatie gaat het worden? Krijg ik eerst alleen lipofilling? Of gaan ze toch ook mijn protheses gelijk wisselen? En uiteindelijk is het dus de bedoeling dat ze toch ook mijn protheses gaan wisselen. We zijn inmiddels 2 maanden. We zijn inmiddels 2 jaar verder. En dus we gaan het doen. Mijn tissue expanders gaan eruit. Daar komen protheses, siliconen protheses voor terug. En ze gaan ook lipofilling doen. Op links zal het waarschijnlijk wat meer zijn dan op rechts. Want rechts is mijn huid super strak geworden. En er is maar een klein velletje over. Daar moeten ze natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Anders kan je nare dingen krijgen. En dat willen we niet. Dus ze gaan in ieder geval proberen wat meer décolleté te maken. Ook hier zo in het midden en hierboven. Maar het kan zijn dat ze dat echt dat shapen pas later gaan doen. Eerst moet het vervangen worden. Ik begreep ook dat ze niet het vet uit mijn onderbuik gaan halen. Helaas. Want die wil ik wel weg hebben eigenlijk. Maar dat ze het vooral van de middenbuik doen aan de zijkanten. En wij vrouwen hebben onder onze borsten. Je ziet hem al zitten. Dit. Zo onder de borsten zit ook veel vet. En dat kunnen ze schijnbaar heel goed gebruiken. Dus dan gaan ze daar een beetje shapen. Eigenlijk.
En ja, dus spannend. Ik zal zeker 2 weken heel rustig aan moeten doen. Voor het algehele herstel is 6 weken aangehouden. Maar ik denk dat ik na 3 weken wel weer kan werken. Ook na die 2 weken heb ik dan weer een afspraak bij op de poli en zo. En toen zei ze, laten we anders ook nog eventjes vullen. Daar had ik niet op gerekend. Dus ja, ze heeft mijn borsten weer wat opgevuld. Omdat het toch wat losser was gaan zitten, et cetera. En ja, ik vond het wel een beetje... vond het wel een klein beetje spannend, want ik heb toch echt wel wat meer gevoel teruggekregen in mijn borsten. En toen dacht ik, wat nou als het dan nu met die spuit erin gaat? Maar ja, het viel reuze mee. Ging hartstikke goed en echt dat spulde binnen spuiten, joh. Met volle kracht moesten ze het doen, nee, maar zeker. Maar ja, de arts zei ook nog van, neem even een paracetamol... als het nodig is, maar ik heb godzijdank gelukkig weer helemaal nergens last van. Het is dus ja, spannend en fijn om te weten wel wat de datum is en dat ik er ook een beetje rekening mee kan houden. Mijn schoonmoeder gaat rond die tijd ook hier even slapen een paar dagen. Dus dat is ook heel fijn om te ondersteunen en ook om te helpen met Jessie. En ja, dat dus. Ik ga het even hierbij laten. Ik hoop dat jullie het toch een hele leuke vlog vonden. Ik weet eigenlijk, ik heb echt geen idee hoe lang de vlog is geworden en hoeveel ik nou eigenlijk gefilmd heb. Want ik ben uiteindelijk vooral bezig geweest met lekker genieten op vakantie. En nu is het ook weer heerlijk om thuis te zijn. Nog een paar laatste dagjes vrij. Dus daar gaan we lekker van genieten. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. En ik hoor het heel graag. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En ik zie weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video. Ciao!